Hallo dames en heren en super tof dat iedereen weer kijkt naar deze video. Allereerst wil ik eventjes vermelden dat de eerste aflevering, en ja eigenlijk de tweede aflevering ook wel, op deze map enorm goed ontvangen is. Aflevering 1, die heeft gewoon bijna 3000 weergaven op het moment van opnemen. En die andere heeft ook bijna 800 weergaven. Super bedankt daarvoor. En ik heb natuurlijk ook super veel reacties om voor te lezen. Als allereerst, Jort, 6015, die had een vraag over de Scheffer. Want ik wou namelijk geel doen. En dan wou ik het laten lijken op een Giant Shovel of op een Giant Shovel. En die zei, bedoel je Giant of JCB? En nou, het is dus Giant. Ik was de naam even kwijt vorige aflevering. Jort vraagt ook, wordt dit multiplayer? Nee, dit is alleen een map voor mij. Willen jullie nou dat ik een multiplayer map ga aanmaken? Zet het dan even in de reacties. Dan ga ik daar ook een video over maken. Het ligt er wel aan of ik daar tijd voor heb. Want ik zit natuurlijk nu in klas 2. HAVO, veel huiswerk, veel toetsen. Enzovoort. Basu, 1234 Basu, die zegt, het lijkt me meer op klein Duitsland. Ja, het heeft inderdaad ook wel een soort klein Duits vibeje, heeft het, vind ik. En Basu, die zegt ook JCB. Ik weet niet helemaal wat hij daarmee bedoelt, maar ja, die zegt gewoon JCB. MHZ Sepp 4961 die zegt, hoe heette de Overijssel map dan? Overijssel. Nou, meer niet. Die is te downloaden in de mod-up. Bram Gaming 1972 die zegt, leuke video, ga zo door. Bram Boga die zegt, hoe heette deze map? Klein Friesland. Rick Ausloos die zegt, welke naam map op Farming Simulator op PS5? Nou, ook gewoon, hoe heet het? Klein Friesland, ook te downloaden in de mod-up. Mr. Overdosis 22 die zegt, ik vind deze map geweldig. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Jan Opperman die zegt, hoi TD, je kan geen zaad in een kunstmest strooien doen. Dikke, vette facepalm van mezelf, jongens. Vorige, of nee, 2 afleveringen geleden had ik natuurlijk een kunstmeststrooier gekocht. En die kon ik niet vullen. Wat daarachter de reden was, ik stond met mijn kunstmeststrooier onder de zaadsilo. Oh my god, ik ben zo blind en dom en vooral stom. Nieuw-Holland TS, die zegt 100, of nee, 100, ja, in ieder geval. Je kan geen zaad in een kunstmeststrooier gooien. Onder die kunstmestsilo kun je de strooier wel vullen. Ja, gaat dus eigenlijk over hetzelfde. En Klaas Martin Wieringa die zegt, even de groeten uit Winsum, Groningen, fijne dag. Klaas laat eigenlijk bijna op al mijn video's een reactie achter. Superleuk man. En sowieso iedereen die een reactie achtergelaten heeft, dikke vette shoutout naar jullie. In ieder geval, wat gaan we doen? Ik denk dat we eerst even een tentje gaan neerzetten, want ik moet even slapen. En volgens mij hebben we nog geen... we hebben wel een slaaptrigger trouwens. Laat maar. Het wordt bijna donker. Goedvoorbereid.nl. Nee, super tof jongens. Die allereerste aflevering op deze map heeft... Ja, dat is gewoon de meest bekeken video op ons kanaal tot nu toe. Dus het zou super vet zijn als deze video ook weer 70 likes haalt en bijna 3000 weergave. Als like doel wil ik graag 30 likes? Ja, moet wel lukken. 30 likes, jongens. Oh, dat is wel heel veel, hè. Maar we gaan het gewoon proberen. Als we het niet halen, is het ook niet erg. Zouden we maaien? Volgens mij wel, hè. Zouden we de ene veld gaan maaien? Of zouden we een veld gaan maaien in ieder geval, weet ik. Volgens mij was dat dit veld hier. Of niet? Oh. Klaar om te oogsten. Echt nu net. Oké. Helemaal prima. Dan pakken wij de helemaal mooie Duits.
Zo, gaan we daar lekker mee maaien. Die mooi hier neer. Ho. Zo. Echt niet normaal, jongens. Hoeveel support er is op deze map. Ik vind het zo super tof. Echt waar. Wat gaan we eigenlijk doen met dit gras? Gaan we er hooi van maken? Of silage? Ik denk dat we er hooi van gaan maken. Ja. Wel over de brug heen rijden. Niet in de sloot. Moeten we het hekje weer even open doen. Zo. Hoppatee. Zo, klappen we die even uit. Dan gaan we hier in de bocht beginnen. Ja, kom op Duits. Ga scheem. Nou, we zijn mooi aan het maaien, jongens. Ik vind het helemaal toppie. Hoppakee. Ja, zo, en dan hier weer de bocht om. Oh. Nou, die kleine stukjes nemen we zo nog wel mee. Oh shit, ik moet ook nog de reacties uit de vorige video voorlezen. En niet alleen maar die van twee video's geleden. Handig. Nou, doen we dat na het maaien even. Japadapadapadapa. Hoppakee. Nou, ik vind nog steeds echt een hele vette trekker, die Duitser, hoor. Echt blij dat we hiervoor gekozen hebben, in plaats van die oude Agroton. Hoppakee. Nou, doen we nog even één keer zo. En dat doen we dan aan de andere kant ook. Zo. Nee, dit gaat niet goed. Nee, we missen een stukje. Ach ja. Ik vind het gras lekker groen trouwens in deze map. Zeg maar als het gemaaid is. Het is geen hoog gras, maar als het gemaaid is dan lijkt het al direct op hooi, zeg maar. Hmm.
Sorry, dit is wel heel scheef gemaaid trouwens. Kanus. Nou ja. In ieder geval. Dit even meenemen. Ja, padapadoei. Nou, dan denk ik dat we het harken nog wel klaar krijgen deze video. Maar ik weet niet of we het balenpersen gaan doen. En ja, we moeten natuurlijk ook nog wat bewaren voor de volgende keer. Anders hebben we de volgende keer niks te doen natuurlijk. En weer naar beneden met de Myers. Lekker man. Ja, ik ben een beetje moe. Ik heb vanochtend gekorfbald. Ja, jongens, ik zit op korfbal. En ja, we hebben gewoon rustig verloren. We zijn gewoon kampioen. We hebben de kampioenswedstrijd verloren. Dat was wel echt heel jammer. Maar goed. Nou, dit is een Farming Simulator video. Ik ga niet een hele analyse geven van die wedstrijd. Nee, die omhoog. Ja. Klein stukje van gras vergeten. Maakt niet uit. En wat ik wel wat jammer vind, is dat. Ja, ik vind dat het stuur wat te hoog zit bij die Duits. Dat vind ik het enige jammer eraan. Moet je echt over het stuur heen? Ja, normaal ook, maar iets minder. Naar achter maai ik hem al omhoog. Zo. Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we even schudden. Even lekker shaken. Nou, laten we hem nog ietsjes naar voren zetten. Dan kunnen wij iets makkelijker insturen. Insturen, dat is niet helemaal goed Nederlands. Ja, schudden met de vent. Even wennen aan die remmen nog. Ik vind het ook nog steeds wel echt een geniaal trekkertje hoor. Oh. Anders passen we niet door het hek. Dat is vaak ook wel handig. Nou, hek hoeft niet dicht, joh. Zo. Ja, ik vind het wel echt een hele vette grastextuur, hoor. Echt waar, jongens. Ik ben verliefd op deze map. Holy shit. Ik vind het echt een hele leuke map. Echt super, jongens. Oh ja, shit. Nu ben ik alweer aan het schudden. Terwijl we die andere reacties nog even voor zouden lezen.
Jabba dabba doo. Ah, mijn nieuwe video staat ook online. Mooi. Eens even kijken. YouTube. Nou, hier waren gelukkig maar 8 reacties op. Weer Klaas Martin Wieringa. Even de groeten uit Groningen. Fijne dag. Ja. Je boy 6918. Ik kom ook uit Groningen, uit Delfzijl. Dat was een reactie op die van Klaas. Plop Gaming. Jury, je zou bij de 200 abonnees kaal. En je zou nog een setup video doen. En die kleding. Nou, in ieder geval. Volgens mij heb ik nooit gezegd dat ik bij de 200 abonnees kaal zou gaan. De setup video moet ik nog even filmen. Komt online op Telegaming 2, jongens. Nieuw kanaal. Richard Korrel 4802. Die doet een lachend poppetje. En dan bedoel ik... Ja, ik weet niet of hij me nu keihard uit zit te lachen... of dat hij mijn video gewoon grappig komt. Killer B NLX 175. Die zegt... Mooi, kan je meespelen of is dit story mode? Nee, het is... ja, zeg maar, ik doe deze map gewoon in mijn eentje. Dus ja, het is ook geen story mode. De story mode server die staat ook gewoon op YouTube. En daar kan je ook niet in meedoen, helaas. Maar nee, dit is gewoon een map voor mezelf. En de story mode ook. En Kirby ook. En ja. In ieder geval, willen jullie, zoals ik zo straks ook al zei... willen jullie nou dat ik een multiplayer map ga starten? Laat het even weten in de reacties. En dan gaan we nu wel lekker door met schudden. Misschien zetten we hem zo ook wel even op helpen. Dan kunnen wij vast gaan harken. En dat doen we dan wel even met de dikke Johnny. Er staan trouwens links van mijn schapen. Ik weet niet of die van mij zijn of dat het van iemand anders is. Kunnen we zo wel even gaan checken. Volgens mij zijn die gewoon van iemand anders. Ik kan me niet herinneren dat ik schapen heb gekocht. Of dat ze ook standaard bij de map zaten. Dat gaat niet goed komen. Nee! Oh, als je die trekker in zijn achteruit schakelt, dan gaat hij al nog een klein stukje naar voren. Dus daardoor lagen we bijna in de sloot. Jabba dabba doe. Nou, dan gaan we even naar de andere kant. Doen we daar ook nog even een... kleine soort van kopakker halve ding. Zo. Zo, nou, laten we even kijken. Hebben wij nog dieren? Je hebt nog geen dieren. Oké, nou, dan zijn de schapies dus niet van ons. Dan lopen we even naar de Johnny Deer toe. Dan zetten we deze voor de hark. De kwarkhark. Hahaha, grappig. Zo. Ja, het past niet helemaal onder die ding. Dus misschien dat we hem daar ook wel even onder zetten na het harken. Zo, dat is lang geleden trouwens dat ik deze hark heb gebruikt.
Dat was nog voordat ik mods had. Zo. Nou, dan gaan wij eens even harken. Oh, er loopt daar een hert over water heen. Het is een Jezushert, oh mijn god. Vinden jullie trouwens dat het gamegeluid te zacht staat? Laat het ook even weten in de reacties. Ik bedoel, ik kan het natuurlijk zelf ook horen, maar ik vind het leuk. Jongen, ga eens even weg, man. In die story mode struggle ik er ook al mee. Ja, je kan natuurlijk geen hert aanrijden. Dat is een beetje onrealistisch. Als ik hier een hert aanrijd, boeit het me echt geen ene fuck. Maar in de story mode is het niet heel realistisch. En voor de mensen die niet snappen wat het doel van story mode is. Je moet gewoon zo realistisch mogelijk spelen. En er zit een beetje een verhaal achter. En ja, je doet gewoon net alsof ben je een soort vlogger. Maar dan in Farming Simulator. En dan is de simulator in het echt, zeg maar. Nu heb ik het nog steeds niet allemaal duidelijk uitgelegd, maar ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Mijn fiets is gejat. Mijn fiets is gejat. Geen idee, maar ja. Nu het zo allemaal wel, joh. Moeten we heel even wachten op een vent. Ja, doe maar. Hallo, wat gaat u doen? Zo. En dan rijden we weer even naar de andere kant. En het is een beetje klote dat die vent hier nou ook is. Ja, die moet natuurlijk hier weer keren. Ja, doe maar. Nou, het kan net. Dat scheelt. Zo. Nou, en dan maken we het harken nog even af en dan vind ik het wel weer choco voor vandaag. Hup. Ho, stuiter vent. Zo, zetten we deze ook hier even neer. Zo. Ja, Merry Christmas. Oké, maar we gaan weer door. Zo. Ja, ik vind het enige jammer aan deze chandeleer vind ik eigenlijk dat je halve zicht geblokkeerd wordt.
Kijk, hier in het midden zit zo'n... Ja, zo'n... Zo'n ding wat het raam vasthoudt. Dit. Dit zo. En dan denk ik van... Waarom? Je kan gewoon het hele raam rondmaken zonder dat ding. Maar goed. Aan de andere kant weet je... uit het... Je vision alsnog geblokt door die grote turbo filter uitlating. Dus dan had het nog niet heel veel gescheeld. Maar goed. Ik geen idee wat dat voor geluid was. Maar boeien. Ja, daar heb ik wel een beetje een hekel aan. Die harken die gaan altijd... ik heb twee vervelende dingetjes aan harken. En ze hebben meesturende bandjes. En ze gaan heel langzaam naar beneden. En met meesturende bandjes is het wat vervelend als je achteruit moet inparkeren. Oh, en ik heb zo super veel zin in Farming Simulator 25, jongens. En ik weet niet, hoe zit het met jullie? Spelen jullie altijd de standaard mappen eerst of bij een nieuwe Farming Simulator? Of gaan jullie meteen aan de slag met de map uit de mod-up? Ik vind zelf persoonlijk altijd de standaard mappen van Farming zelf vind ik nooit heel leuk. Ik weet niet. Nee, ik vind het niet leuk. Ik vind het een beetje saaie mappen. Ik bedoel, er zal vast genoeg te doen zijn. Maar ik hou meer gewoon van Nederlandse mappen. En niet van die hele grote Amerikaanse velden met velden van 3000 hectare. En nou, weet ik het allemaal wat. Misschien overdrijf ik een beetje. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Dan heb je van die velden waar je 3 jaar mee bent om te oogsten. Nou, echt dikke Harry. Nou, ik ben hier gewoon van dit soort mappen met van dit soort kleine veldjes. Oké, even kijken of we dit kunnen halen, deze bocht. Ja. Nu gaat die hard pas naar beneden. Dat is echt verschrikkelijk gewoon. Nou zo, en dan zijn we alweer klaar. Hoppatee. En dan, die bocht haalde ik nog maar net, jongen. Of ik was met mijn wiel tegen het hek aangeklapt. Maar goed. De volgende aflevering gaan wij, hoe heet het? Gaan wij balen persen en gaan we de balen opruimen. Dus, volgende video gaan we dat doen. Mensen, ik wil jullie al... Jezus Christus. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vinden jullie het leuk. Laat een reactie achter als je een shout-out wil. We gaan natuurlijk voor de 30 likes, was het volgens mij, ja... en natuurlijk weer voor zoveel mogelijk weergave. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende video. Laters!